Als je, na het bekijken van de vele conspiracy-documentaires op YouTube, nog meer bewijs wilt van het opzettelijk creëren van oorlogen, dan kun je op Google Earth naar het Witte Huis in Washington gaan. Er zijn ten noorden van het Witte Huis drie grote brede straten. En de eerste straat waar we aandacht aan gaan besteden is Connecticut Avenue. We klikken op de measure tool en maken een lijn door die straat. We zoomen uit en ook op grote hoogte is Connecticut Avenue zichtbaar. We trekken de lijn tot buiten de stad en onthouden het aantal graden van het meten dicht bij de grond. We zoomen uit tot we de hele aarde in het scherm hebben en we zoeken naar Hiroshima in Japan. Het is dus handig om eerst een pin op Hiroshima te plaatsen. Er is een park met tennisvelden, waarvan de hoeken in de richting staan van Washington. Maar ik heb de lijn vastgeklikt op een andere plaats. Als je terugkeert naar Washington, zul je zien dat de lijn precies door Connecticut Avenue gaat. De volgende straat die we gaan bekijken is 16th Street. Deze straat gaat precies naar het noorden, dus we kunnen de lijn op 0 graden houden en op de Noordpool richten. Aan de andere kant van de wereld zoeken we naar Vietnam en Cambodja. Maar als we de lijn op 0 graden houden, dan zien we dat het alleen maar een klein stukje van het noorden en zuiden van Vietnam raakt en ook maar een klein deel van Cambodja en dus niet een grote stad zoals Hanoi of Ho Chi Minh City. We keren weer terug naar Washington en dan zien we dat de lijn precies door 16th Street gaat. De derde straat is Vermont Avenue. We maken er weer een lijn door en onthouden het aantal graden. We zoomen uit en trekken de lijn door naar het Midden-Oosten en naar Afghanistan. We zoeken op Abbottabad, waar ze zogenaamd Osama bin Laden hadden gevonden, en er is zelfs een 3D-model gemaakt van de schuilplaats waar Osama bin Laden zich schuilhield. Daar moet je de lijn op vastklikken. Maar ik heb nog iets anders interessants gevonden. Ten zuiden van Abbottabad is een bergketen waarop een paar woorden in het Engels zijn weergegeven. Ghazi al-Shahid, Home of the Piffers en Home of the AMC. Ik heb de lijn ook even daarop geprobeerd, maar als je de lijn op de schuilplaats klikt en je terugkeert naar Washington,
dan zie je dat de lijn precies door Vermont Avenue loopt. De vierde straat is geen straat, maar we gaan kijken wat 32 en 33 graden vanaf het Witte Huis betekenen. Want dat speelt een belangrijke rol bij de Freemasons. De lijn raakt de rand van de fontein die voor het Witte Huis staat. We zoomen weer uit en onthouden 32 graden. Dan gaan we naar Sint-Petersburg in Rusland en we komen uit in het zuiden van die stad. Er zijn een paar gebouwen die met de hoeken precies in de richting van Washington wijzen. Vervolgens kunnen we dezelfde lijn gebruiken om te kijken waar 33 graden op uitkomt. Dat blijkt Moskou te zijn. En ook hier komen we uit in het zuiden van de stad, en niet precies op het Kremlin. Maar er is nog meer. We gaan naar Pennsylvania Avenue en maken een lijn door die straat en zoomen weer uit. Ik heb ook een documentaire gemaakt over de monumenten van de Noord-Amerikaanse Indianen. En er bestaat zoiets als de Bighorn Medicine Wheel. Een soort Stonehenge, maar dan van de Noord-Amerikaanse Indianen. Als je de lijn daar naartoe brengt, dan blijkt dat het ontwerp van de straten in Washington zo is bedoeld. Maar ik zag een documentaire over de aanstaande oorlog in China. En daar vertelden ze dat Ronald Reagan een atoombom heeft gegooid op de Bikini-eilanden. En wel op dit kleine eilandje. Kwajalein Atoll. Als we terugkeren naar Washington, zien we dat Pennsylvania Avenue aan de oostkant precies daar doorheen gaat. Er is ook een westkant van Pennsylvania Avenue. En als we daar een lijn doorheen maken, dan raakt die lijn de hoeken van de ingang van het United States Capitol Building. Als we de lijn doortrekken naar de andere kant van de wereld, dan komen we geen kleine eilandjes tegen in de grote oceaan, maar we eindigen in Zuid-Afrika. Apartheid is een Nederlands woord waar we ons voor moeten schamen. Maar de Britten hebben de apartheid overgenomen en ik denk dan dat Amerika erg goed zaken kon doen met goud en diamanten.
De opvolger van Ronald Reagan, George Bush Senior, heeft een oorlog gevoerd volgens New York Avenue. En als we die lijn maken, dan gaat de lijn door Portugal en Spanje en door Tunesië en Libië om uiteindelijk aan te komen in Somalië. Iedereen kan op Wikipedia opzoeken waar de oorlog in Somalië over ging. Het was de eerste oorlog tegen terreurorganisaties. Ik heb nog even gekeken of deze richting een vredelievende betekenis had, door te kijken of het naar de Meroe-pyramides ging. Maar dat is dan te ver uit de buurt. In 2012 hebben we gezien hoe er een einde werd gemaakt aan de dictatuur van Gaddafi. Het begon in Tunesië, sloeg over naar Egypte om te eindigen in Libië. Er is ook een andere kant van New York Avenue, maar die is niet exact in de richting van de langere westkant. Als we er toch een lijn doorheen maken, dan komen we de hoeken tegen van deze twee gebouwen. En aan de andere kant van de rivier gaat de lijn door de begraafplaats Arlington. En zoals je ziet, loopt het gelijk met de brug. Als we uitzoomen, gaat de lijn door een ander monument van de Noord-Amerikaanse Indianen. Holly Bluff. Vervolgens kunnen we de lijn naar een heel klein eilandje naast Mexico brengen. Isla Socorro. Maar als we nog verder gaan, dan komen we uit op het bekende eiland Tahiti. De lijn van Tahiti naar Washington kruist de Kreeftskeerkring. Ik ga eerst uitleggen wat nou het geheim is achter het magische getal 322. Eerst keren we terug naar het Witte Huis. Om uit te leggen wat er achter 322 zit, moeten we een lijn maken precies naar het zuiden. Die lijn gaat precies door het Jefferson Memorial House en door Cuba. De meeste mensen weten wel dat Kennedy enorme problemen heeft gehad met Cuba en Fidel Castro en Che Guevara. Maar we trekken de lijn helemaal door naar Zuid-Amerika en dan komen we uit in een belangrijke stad van de Inca's. Tegenwoordig heet deze stad Lima en er zijn hier drie belangrijke piramides van de Inca's. We kunnen de lijn naar het kleine huisje brengen en dan is te zien dat de muur precies
in de richting van Washington is gebouwd. Vanaf hier maken we een tweede lijn naar de Nazca-lijnen. En dan zien we in Google Earth een vrij duidelijke lijn. Als we kijken in welke richting die duidelijke lijn gaat, dan blijkt helaas dat het 323 graden is en niet 322. Maar we maken de lijn op die piramide van de Inca's en ook weer op dat kleine huisje. En dan zie je dat de hoeken precies in de richting van de Nazca-lijnen zijn gebouwd. Er is een kleinere lijn die wel precies op 322 graden ligt. Je zult diep moeten inzoomen om dat lijntje te vinden, maar hij is er wel. Als je nou die lijn helemaal doortrekt naar Hollywood en San Francisco, dan kom je tot de conclusie dat de lijn onder 322 graden de lijn van Tahiti naar Washington kruist en die twee lijnen kruisen elkaar precies op de kreeftskeerkring. Zo heb ik aangetoond dat het magische getal 322 een vredelievende betekenis heeft. You were both in Skull and Bone, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the website. Number 322? First of all, he's not the nominee. Look, I look forward... Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, yes, thanks sir. For joining us. And we'll be right back. Maar in Washington vond men het nodig om ook dit getal 322 uit te leggen als een aanwijzing om ergens oorlog te voeren. Als we een lijn maken vanaf het Witte Huis, dan zien we dat die lijn precies de hoeken raakt van het standbeeld van generaal Rochambeau. Als we weer uitzoomen om de lijn naar de andere kant van de wereld te trekken, dan gaat het ook over de Stille Oceaan, maar niet naar de Bikini-eilanden waar ze de test met een atoombom hebben gedaan, maar we komen uit op het eilandje Timor. Timor was niet belangrijk voor de Verenigde Staten en ook niet voor Suharto. Toch heeft Amerika alles wat Suharto nodig had voor een oorlog, mitrailleurs en handgranaten, geleverd. Er waren overal dode lichamen van volwassenen en kinderen in de straten en vrouwen werden verkracht. Je kunt alles lezen op Wikipedia over Timor en over operatie Shiroya. Kissinger en Ford hebben deze moordpartij aangericht omdat een lijn van 322 graden daar naartoe leidt.
Terug in Washington zien we hoe de straten ook de vorm aangeven van de kabbalistische boom des levens. Hier hebben we het beruchte gebouw van de Scottish Freemasons. We kunnen een lijn maken vanaf de DuPont Circle door New Hampshire Avenue. En als we ook een lijn maken vanaf de Logan Circle tot het punt waar het de lijn kruist vanaf de DuPont Circle, dan hebben we een mooie driehoek. Net als de duidelijke lijn van de Nazca-lijnen zien we dat het niet 322, maar 323 graden is. We drukken R op het keyboard en dan maken we de boom des levens even compleet. We verbinden de DuPont-cirkel met de Logan-cirkel. We maken een lijn door Rhode Island Avenue en ook een lijn door Massachusetts Avenue. We maken een rechte lijn tussen de punten waar ze de verticale lijnen kruisen. Maar dan blijkt dat Rhode Island Avenue net een klein stukje te kort is. En om het juiste punt aan te geven, daar is nou die lijn 322 voor nodig. Een rode lijn is niet zo goed zichtbaar, dus heb ik de Surface Tool gebruikt om de vijfzijdige ster te maken die door Aleister Crowley werd gezien als een geitenkop, zodat ook daarmee gedacht kon worden dat Washington bedoeld is als een hele foute stad waar de plannen voor wereldoorlogen worden gesmeed. We moeten ook nog even aandacht besteden aan het vliegveld ten zuiden van Washington. Als je het aantal graden van deze startbaan meet, dan kom je op iets meer uit als 322 graden. En als je de lijn langer maakt, dan gaat het natuurlijk net als die andere 322 lijn naar Timor. Dus het leek me niet nodig om dat nog eens te laten zien. De tweede startbaan gaat precies naar het noorden, dus we weten al dat die lijn naar Vietnam gaat. Maar toch moet ik het nog een keertje laten zien, want er is iets speciaals te melden. Als we het precieze aantal graden nemen, dan is het net niet 0 graden. De lijn door Connecticut Avenue ging naar Japan, maar ook naar een bepaalde stad. Hiroshima. De lijn op 0 graden raakte maar een klein stukje van Vietnam en Cambodja, maar geen grote stad. Daarom hebben ze die startbaan gemaakt, want die gaat wel naar een grote stad. Ho Chi Minh City. En dan kunt u de lijn vastklikken op het Onafhankelijkheidspaleis. De hoeken
staan in de richting van Washington en om precies te zijn in de richting van die startbaan. De derde startbaan gaat in dezelfde richting als Afghanistan en dus komen we weer uit in Abbottabad. Maar Abbottabad is maar een klein dorpje. Als we echter het precieze aantal gaten van de startbaan in de gaten houden, dan blijkt dat je uitkomt in Islamabad en dat is een grotere stad in Afghanistan. Nu gaan we naar het Pentagon en maken een lijn langs deze muur. We onthouden weer het aantal graden en zoomen uit. Nu komen we te weten waarom vader en zoon George Bush een oorlog begonnen met Irak. Eerst vader George Bush in 1990 en later de zoon George Bush in 2002. De generaals van het leger begrepen niet waarom Irak nog een keer aangevallen moest worden als de dader van de aanslag op de Twin Towers, Osama bin Laden, in Afghanistan zat. Als we de lijn van het Pentagon naar de andere kant volgen, dan komen we uit in Bagdad en in Europa gaat deze lijn door het noorden van Duitsland. De Tweede Wereldoorlog en de Derde Wereldoorlog. Wanneer we terugkeren naar Amerika, en we wachten nog even met Washington, maar we kijken hoe de lijn vanaf Bagdad eruit ziet in New York, dan kunnen we zien dat deze lijn precies de richting is van waar het eerste vliegtuig vandaan kwam. Keren we terug naar Washington en het Pentagon, dan blijkt deze lijn precies de richting te zijn van waar het zogenaamde vliegtuig de ingang raakte. Ze wilden ons doen geloven dat beide vliegtuigen helemaal vanaf Bagdad naar Amerika kwamen vliegen. Hoe konden ze nou ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog weten hoe ze zulke lijnen over het aardoppervlak konden maken? Er was geen Google Earth en ook geen internet. Wat men wel altijd heeft gehad, zijn vierkante of rechthoekige wereldkaarten, maar ook een wereldkaart in azimuth. Ik vond er een heleboel op Google en dus ook deze uit 1945. Iemand die denkt dat de aarde een platte schijf is, is verbaasd dat de wetenschappers toegeven dat de aarde plat is. Maar goed, zo laat ik zien dat een rechte lijn op een kaart in azimuth een gebogen lijn wordt op een ronde aarde. Waarom heeft iedereen in Washington gedacht dat de straten van deze stad een soort geheime code bevatten die aangeeft waar er in de wereld oorlog gevoerd moest worden? Het zou kunnen dat ze het hebben van ene meneer Albert Pike. Dat blijkt tenminste uit de vele video's op YouTube. In één van die video's wordt er verteld
over een droom die deze Albert Pike eens had. Waarin hij dan zag dat er 3 belangrijke oorlogen gevoerd moesten worden. Het zou dus kunnen dat hij de Eerste Wereldoorlog bedoelde en ook de Tweede, maar het is bij de Tweede niet duidelijk of Japan daar ook bij betrokken moet worden. Bovendien was het de bedoeling dat de Derde Wereldoorlog dan in Vietnam moest plaatsvinden. In ieder geval moet de Derde Wereldoorlog volgens Pike een oorlog zijn tegen de islam. Maar geen woord over Afghanistan. En in India en Indonesië geloven ook een heleboel mensen in de islam. Dat zijn geen Arabieren. Dus ik betwijfel of die Albert Pike nou de enige is die deze plannen heeft bedacht. Maar dan zijn er een heleboel andere figuren die in het occulte een soort code zien om aan te geven waar er oorlog moet komen. Die Albert Pike geloofde in Lucifer, een soort duivel of Satan, die altijd bij hem was en dan zulke aanwijzingen in zijn oor verluisterde. Lucifer heeft ook iets te maken met wat ze noemen de morgenster. De sterren staan heel ver weg en zijn dus niet altijd bij iemand. Het lijkt dus op het idee dat God bestaat die de versen van de Bijbel in het oor van een aantal schrijvers heeft gedicteerd en dat zodoende de Bijbel ontstond. Op een soortgelijke manier is een boodschap in het oor gefluisterd van ene Pierre L'Enfant, die de straten van Washington heeft ontworpen. Adolf Hitler geloofde ook in het esoterische occultisme. Een aanwijzing is dat Hitler vegetariër was. Hij at geen vlees. Hij had deze occulte filosofie nodig vanwege theorieën over rassen, waarin de Duitsers naar voren kwamen als een superieur ras en de Joden waren dan blijkbaar een inferieur ras. Heinrich Himmler, de baas van de SS, geloofde heel sterk in esoterische occulte verhalen. Het heeft te maken met de ontdekking van de Germaans-Hindoeïstische talen, waarop gebaseerd kan worden dat er een verband is met Europa en India. Maar dat het door het ontstaan van het Romeinse Rijk dat verband verloren is gegaan. Heinrich Himmler wilde daarom een herstel van wat er voor het Romeinse Rijk was. Een soort Keltische of Germaanse cultuur, maar het enige wat daarvan over is gebleven is Stonehenge. Maar volgens hem hoorden de Joden niet thuis in die Keltisch-Germaanse cultuur. Je kunt alles lezen over de samenwerking tussen Duitsland en Japan op Wikipedia. Het is interessant om die samenwerking eens nader te bestuderen. En dan kun je niet anders dan concluderen dat er weinig reden was om te denken dat Duitsland en Japan nou zulke dikke vrienden waren in de tientallen jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ineens kwam die vriendschap uit de lucht vallen, toen Duitsland de oorlog begon. Veel Duitsers wisten niet eens waar Japan precies lag en andersom. Maar ineens waren ze elkaars broeders in de strijd en dat betekent het bewijs dat ook Hitler zijn medewerking verleende aan de plannen van de Freemasons.
Lucifer kan Engels en Duits, maar blijkbaar ook Japans in de oren van de machthebbers fluisteren. Hij vertelde de Japanners dat ze Pearl Harbor moesten aanvallen, maar je kunt er nu van uitgaan dat president Roosevelt dat zelf heeft gedaan om een smoes te hebben om een atoombom op Japan te gooien. Dat komt dus niet omdat Duitsland en Japan bondgenoten waren, maar omdat er een straat in Washington naar Hiroshima in Japan gaat en om de droom van Albert Pike werkelijkheid te laten worden. Albert Pike voorspelde een oorlog tegen de islam. Dat had dan blijkbaar de Derde Wereldoorlog moeten worden. Dus waarom is er dan een oorlog in Vietnam gevoerd? Nou, ik zal u vertellen dat Vietnam natuurlijk een verschrikkelijke bedreiging is voor Amerika. Er loopt namelijk een straat in Washington naar Vietnam. Dus u vindt nu ook dat dat betekent dat Lucifer heeft aangegeven dat daar oorlog gevoerd moest worden. Het is nu voor u ook duidelijk dat die oorlog toch echt noodzakelijk was. McNamara heeft al toegegeven dat het Tonkin-incident een trucje was om een oorlog te beginnen. Hitler gebruikte de brand in het Rijksdaggebouw als reden om de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Roosevelt gebruikte Pearl Harbor om een bom op Japan te gooien en Johnson gebruikte het Tonkin-incident om de Vietnamoorlog te beginnen. Een aantal jaren later begint alsnog die oorlog tegen de islam. In 2001 was er een aanslag op de Twin Towers in New York. Ze lieten die twee torens instorten en zeiden dat de aanslag gepleegd was door een terreurorganisatie geleid door ene Osama bin Laden, die zich schuilhield in de grotten in de bergen van Afghanistan. Al-Shahid, Home of the Piffers en Home of the AMC. De Amerikanen hebben die grotten gevonden in het dorpje Abbottabad in Afghanistan en daar bleek ook de schuilplaats van Osama bin Laden te zijn. Er gaat dan ook een straat in Washington naar dat dorpje. Dus ja, Lucifer heeft de Amerikanen in het oor gefluisterd dat ze daar die terreurleider konden vinden. Hier hebben we president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, die een acteur was uit Hollywood. Hij speelde zijn beste rol als president. Hij heeft een landkaart in zijn handen die duidelijk aangeeft waar de Bikini-eilanden zijn. En die eilanden zijn volgens Lucifer de allergrootste bedreiging voor Amerika. Dus daar moet een bom op worden gegooid. Zodat in Berlijn de muur omver valt en er een einde komt aan het communisme. Dat is toch logisch? Ronald Reagan werd dan de grote man die een einde maakte aan het communisme door een bom te gooien op de Bikini-eilanden. Want de straten in Washington geven aan dat de vijand zich op die eilanden schuilhoudt. Het is net zoiets als de Da Vinci Code. In de schilderijen van Leonardo da Vinci is een constructie waar een soort code uit voorkomt en er is maar één man in de wereld die die constructie kan ontcijferen en dat is de schrijver Dan Brown. In zijn boek is hij veranderd in professor Langdon.
Dan Brown had eigenlijk gehoopt dat Harrison Ford de rol van Langdon ging spelen. Maar die wilde niet meer in flauwekul verhalen spelen van stinkend rijke families die een bloedband hebben met de keizers van het Romeinse Rijk en de farao's van Egypte. Harrison Ford had dat bloedlijnengedoe al gehad met Star Wars en zo. Dus toen hebben ze Hanky Panky maar gevraagd. Terug in Washington hebben we een code. En we moeten er dus van maken dat een bepaalde vers in de Bijbel betekent dat er zoiets moet gebeuren in de 20e eeuw, namelijk een aantal oorlogen. Dus Roosevelt en Truman, die een vergezochte theorie geloofden over een vriendschap tussen Duitsland en Japan, want er gaat een straat in Washington naar Japan, dacht 2000 jaar na het schrijven van de Bijbel dat dit voorspeld werd in bijvoorbeeld het laatste boek in de Bijbel, Openbaringen. In ieder geval geloofde Ronald Reagan dat hij het beest 666 was. Want Ronald is 6 letters, Wilson is 6 letters en Reagan is 6 letters. Omdat hij zelf door Lucifer naar de aarde was geroepen, moest hij dus een bom op de Bikini-eilanden gooien. De opvolger van Ronald Reagan, George Bush Senior en George Bush Junior, geloofden dat zij de schoonzoon en kleinzoon waren van Aleister Crowley, die ook dacht dat hij het getal 666 was. Ik heb aangetoond dat de meest bekende oorlogen gebaseerd zijn op een absurd plan. Dat absurde plan is dat de straten in Washington zouden dan aangeven waar er oorlog gevoerd moest worden. Daarom heb ik deze video gemaakt. Als u dus denkt dat mensen die in een conspiracy geloven, dat die gek zijn, dan is de situatie dus andersom. Als u denkt dat u niet wordt belazerd door de regeringen, dan bent u gek. En de conspiracy-denkers, die hebben het bij het goede eind. En laat ik dan maar afsluiten met het idee dat de conspiracy-gelovers, die hebben dus eigenlijk gelijk, er is sprake van een conspiracy. Maar ja, je kunt natuurlijk ook weer overdrijven. Is het dus bijvoorbeeld waar dat werkelijk alle politici daaraan meedoen? En als er één politicus een pedofiel is, zijn dan alle andere politici ook een pedofiel? En als er één politicus een oorlogsvoerder is, zijn dan alle politici een oorlogsvoerder? In ieder geval is het een keiharde waarheid dat linkse politici ineens rechts gaan praten, omdat in Amerika iemand verzint dat er oorlog moet komen, omdat die gelooft in Lucifer en gelooft dat de straten in Washington aangeven waar er oorlog gevoerd moest worden. Ik heb al laten zien hoe mooi de ley lines over het oppervlak van de aarde zijn door de uitleg van het getal 322 en hoe dat te maken heeft met de Krebskerkring en niet met oorlog.
Ik heb nog meer moois ontdekt. Maar daarvoor verlaten we Washington en we gaan naar de piramides in Egypte. De twee grote piramides hebben een schuine weg naar de ingang. We beginnen met de middelste piramide en we maken een lijn van de ingang naar de Sphinx. Ook wanneer je de 3D-modellen wegklikt, dan is de lijn ook gelijk aan de schuine muur naast de Sphinx. Het is 102 graden. Je zoomt uit en je brengt de lijn over Saoedi-Arabië en vervolgens over India. Het is handig om een pin te maken op de Borobudur in Indonesië. Naast de Borobudur zijn twee kleine tempels, de Mendut-tempel en de Pawon-tempel. We moeten die Mendut-tempel hebben. Hier is een trappetje naar de ingang en als alles goed is, dan is die trap en dus ook de ingang precies in de richting van de Sphinx in Egypte. We zoomen weer uit en we brengen de lijn over Australië. Het is een beetje lastig, maar je moet de lijn vastklikken op 102 graden, zo ver mogelijk. Nu gaan we kijken hoe die andere lijn van de schuine weg naar de noordelijke piramide loopt. Deze weg is ook in de richting van de kelder met het schip, waarmee de farao naar de hemel voer. Nu maak je een lijn over de Sahara en over de Grote Oceaan en over Zuid-Amerika. Dit is niet dezelfde lijn waar veel pseudowetenschappers mee aankomen, begonnen door ene Karl Munch. Het gaat namelijk helemaal niet naar Paaseiland. We moeten de lijn op het aantal graden van de kelder met het schip erin vasthouden en zo ver mogelijk verlengen en dan is te zien dat alle drie de lijnen op hetzelfde punt elkaar raken. De groene lijn komt ook vanaf de piramides in Egypte. Maar dan via de Noordpool. De lijn vanaf de Noordpool raakt op een haar na het bekende eiland Tahiti. De piramides staan al bijna 30 graden verwijderd van de nulmeridiaan over Greenwich in Engeland. Dus moeten we ook 30 graden verder dan de antimeridiaan vastklikken. De lijn van 102 graden en de lijn over de Noordpool komen elkaar tegen op hetzelfde punt. Nu maken we een lijn van de piramides in Guiumar op de Canarische eilanden. Vanaf hier maken we een lijn helemaal naar de andere kant van Afrika, naar het eiland Mauritius. Daar staan ook piramides. En met de lijn die we aan het maken zijn, zien we dat die piramides precies in de richting staan van die van de Canarische eilanden. We zoomen weer uit en als je goed kijkt, dan zie je dat de lijn van de piramides in Egypte elkaar precies kruisen op de nulmeridiaan vanaf Greenwich, nabij Londen. Dat is de bedoeling van de lijnen over de aarde. Ik heb al laten zien dat het getal 322 ook met zoiets te maken heeft en dus niet met de plaatsen waar oorlog gevoerd moet worden. Maar in Washington is men nooit volwassen geworden.
De politici met hun stropdasjes om zijn nooit rijper geworden dan in hun jeugd en puberteit en vinden het nog steeds nodig om cowboytje en indiaantje te spelen. Pesten en treiteren hebben ze ook nooit afgeleerd en als politici kunnen ze de hele wereld pesten. Eerlijk leven, dat is toch zo ontzettend saai. Je moet dus een stout snotjongetje zijn, met je stropdasje om. Ze zijn te scheiterig om zelf het slagveld te betreden en laat het vuile werk over aan de soldaten.